VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en Vervoerscollege Venlo. Zaterdagavond de strijd om Limburg en een plek boven de degradatiestreep. Oud-Fortunees Roel Jansen heeft er vertrouwen in. Dan zeg ik dat Peter van Ooyen gaat scoren. En ik weet de opstelling nog niet, dus zeg ik twee keer Peter van Ooyen. Straks meer, maar eerst terug naar de laatste wedstrijd, VVV Vitesse. Waarin de Venlonaren met 0-4 verloren van de nummer 3 in de Eredivisie. Op zich geen schande natuurlijk. En de ploeg van Maaskant liet bij Vlagen prima voetbal zien. Maar het scorend vermogen is dit seizoen ver te zoeken. Van Ooyen, en die probeert het geplaatst. Jeboa gaat vooralsnog veel zelf, omdat dat zeer succesvol is. En nu dus ook bijna trefzeker. En daar is de kopstoot die Clark nog van de lijn haalt. Borst, hier zit toch wel wat in voor VVV. Kettemol, er is heel veel ruimte voor Wright. Dat heeft Nooidekker gezien. Hier moet Wright de aansluitingstreffer maken, maar dat doet hij niet. En zo komt VVV weer een heel eind. Is hier Wright, en Wright schiet hem hard maar naast. Corner van Ooyen. En daar is toch een vrije kopkans. Nog altijd Jeboa. En die vindt bijna de verre hoek. Knappe redding van Pasveer. Ja, dat is een heel raar. Op het moment dat je goed speelt en 3-0 achter staat in de rust. Wat zeg je dan tegen je spelers? Nou ja, weet je, realistisch. Ja, we spelen goed. We geven wel te makkelijk 2 goals weg. En blijf gewoon doen wat je aan doen bent. Blijf in ieder geval daarna op zoek. Dat je die wedstrijd verloren hebt, nou, die kans is groot. Stel dat we wel de aansluitingstreffer maken, nou, dan gaan we misschien nog op een andere manier spelen. Maar anders blijven we doen wat we aan doen zijn. En wisselen we 1-1, dat hadden we ook al aangekondigd. Om ook wat andere mensen ritme te gunnen daarin. Ja, zo'n tweede helft is raar, hè? Zeker als je na 5 minuten al de 4-0 tegen krijgt, is de wedstrijd echt gespeeld. Dus dan, dan zit je eigenlijk naar niks meer te kijken. Knap van de jongens dat ze dan wel gewoon door zijn blijven strijden en door zijn blijven gaan. En ook nog wat kansen hebben gecreëerd daarin. Maar ja, dat is dan op dat moment geen wedstrijd meer eigenlijk. En zo staat VVV na 4 nederlagen op rij op de 15e plaats. Met 9 punten en inmiddels al 24 tegendoelpunten. Wat is het verschil met vorig seizoen? En dan moet je niet zeggen het aantal punten en de tegendoelpunten, maar waar ligt het aan? Ik denk dat we moeilijker scoren dit seizoen. Ik denk dat we vooral de laatste weken beter voetballen dan vorig jaar. Het veldspel is beter. We creëren ook een aantal kansen, maar die gaan er helaas niet in. Ik denk dat we vorig jaar redelijk effectief waren in de afwerking. En dat is dit jaar iets minder. Dus ik denk dat dat een groot verschil is. Nou ja, goed, dat is natuurlijk waar. Op het moment dat we veel kansen krijgen en te weinig scoren, dan telt dat mee. Maar we krijgen ook wel redelijk makkelijk goals tegen. Dus er zijn twee dingen. Dat zijn natuurlijk enorme essentiële dingen. Maar het zijn wel vaak net individuele foutjes die weer anders zijn dan andere dagen. Dus ja, nogmaals, daar blijven we aan werken. En kijk, ik ben niet zo van het vergelijken met vorig jaar. Want dat doet iedereen. Maar er staan 8-9 nieuwe spelers op. Dus het is een compleet ander elftal, los van het feit dat het een compleet andere tegenstanders zijn. Een hele nieuwe competitie. Dus ja, vorig jaar, met alle respect voor VVV, dat is een fantastisch jaar geweest. Maar dat is verleden tijd. Misschien heb je ook al de betere tegenstanders gehad tot nu toe? Ja, dat ook. Je hebt volgens mij trainer even een blaadje in het kledelokaal ophangen. Volgens mij heb je van de top 8, krijg je alleen AZ nog van de huidige top 8. Dus als ik me niet vergis hoor, maar... Dus we hebben al goede tegenstanders gehad, inderdaad. Maar ja, we moeten nu wel langzaam de punten gaan pakken. Nou, ik heb gewoon de stand alleen maar opgehangen. Want ja, dat is het. En toch even gememoreerd aan het feit inderdaad dat je al zoveel sterkere tegenstanders op papier hebt gehad. Nou ja, kijk, het gaat natuurlijk wel om vertrouwen. Op het moment dat je Ajax, PSV, Utrecht, waar dan ook nog winstpartijen tussen zitten. En je ziet de ontwikkeling van het elftal, wat we ook in data en beeldmateriaal bijhouden. Ja. Dan is dat gewoon best wel aardig. Alleen de resultaten zijn daar niet naar de afgelopen 4 wedstrijden. Nou, dan moet je op het moment dat het erop aankomt, en dat vind ik een wedstrijd zaterdag, komt er zeker op aan. Hè? Waarbij wel aangetekend dat volgens mij Fortuna thuis speelt en er nog steeds minder voor staat dan wij. Maar moet je wel op een gegeven moment gaan winnen of minimaal gelijk gaan spelen, punten gaan halen. Zaterdagavond dus staat er aardig wat op het spel als Fortuna en VVV elkaar treffen in Sittard.
En natuurlijk ook nog een Limburgse derby. Beide clubs bestempelden het duel deze week met een promotiefilm tot De Strijd om Limburg. It's about the present, here and now. It's about the sport we love the most. It's about football. About who's best. There can only be one football capital of Limburg. Dit is De Strijd om Limburg. Ja, voor mij is het wel een speciale wedstrijd natuurlijk. Ik heb 5 jaar dagen voetbal een mooie tijd gehad en om dan terug te keren daar, dus voor mij geeft dat natuurlijk wel een speciaal gevoel. Maar ik denk dat de meeste jongens in het team dat gevoel niet hebben. Natuurlijk, ja, het blijft een derby en dat leeft bij de supporters natuurlijk ja, enorm. Dus dat zou een extra motivatie zijn, maar ja, ik denk dat vooral voor mij die wedstrijd speciaal is. Meer dan voor de andere jongens, denk ik. Derbygevoel heb ik niet, want ik kom hier niet vandaan. Dat is bij de supporters uiteraard wel. Ik heb dat wel ook aan de groep meegedeeld op verzoek van onze fans. Dat het een belangrijke wedstrijd is uiteraard. Ook het gevoel laten meekrijgen daarin. Maar ik denk dat de stand van de ranglijst daar veel meer het belang van is. Dus zeker een belangrijke, maar extra spanning wil ik er niet op leggen. Want ja, we moeten gewoon ons ding doen en dan 3 punten pakken. Maar misschien dan extra spanning omdat er al lang geen punten meer gepakt zijn? Nou ja, ik denk dat we de laatste weken beter spel hebben laten zien. Dus het vertrouwen is er wel. Dus ja, die spanning die leggen jullie er misschien op, maar wij zelf niet. Ik verwacht een stevig duel. Als ik zie hoe Fortuna over de grens speelt, dan verwacht ik dat ze dat tegen ons ook zullen doen. Dus ik hoop op een goede scheidsrechter die de boel in de hand kan houden in zo'n wedstrijd. En dan denk ik dat we een hele aardige wedstrijd gaan zien. Toch even een kleine voorspelling? Dan zeg ik 0-2. Doelpunten van? Roel Jansen. 2 keer, nee. Dan zeg ik dat Peter van Ooyen gaat scoren. En ik weet de opstelling nog niet, dus zeg ik 2 keer Peter van Ooyen. Nee, doe ik niet aan mij. Wij gaan er naartoe om te winnen. En als we een punt meenemen, dan goed. Afhankelijk van de wedstrijd zien we het allemaal hoe het is. Vorig seizoen werd er ternauwernood een punt gepakt door VVV in Sittard. Invaller J-Roy Grot scoorde in de slotfase de gelijkmaker. De laatste speler die scoorde in deze derby en er nu nog bij is bij de Venlonaren is nota bene Roel Jansen, toen spelend voor Fortuna. Het was in 2015. Ook toen eindigde het duel in een 1-1 gelijkspel, deze keer door een late tegentreffer van Melvin Platje. Fortuna Sittard VVV begint zaterdag om 19:15 en is uiteraard ook live te volgen via Omroep Venlo Radio. Voordat we afsluiten met een nieuwe koffiecorner, eerst nog even terug naar de training van afgelopen dinsdag. Ik hoor Luc Niels op een gegeven moment roepen tegen die jongens: lach eens wat meer. Wordt er te weinig gelachen op dit moment? Nee, dat valt echt reuze mee. Maar op het moment dat je deze training hebt, die echt heel extreem zwaar was. Met veel loopwerk, met veel korte scherpe partijen. Ja, ik denk dat ze niet eens hun eigen naam konden herinneren. Laat staan dat ze er nog even bij konden lachen. Dat was het. Ja, viel wel mee. Ja, de koffiecorner deze week zonder Lucas, want die zit in China. Maar we hebben wel een uitstekende vervanger gevonden, hoor. Rolf van Heijstal. Ja, zeker. Met een lekker bakje koffie. Yes. Proost. Yes. Verstand van fashion heb je zeker. Deze zaak is van jou. Heb je ook verstand van voetbal? Nou, ik heb geen verstand van voetbal. Ik ga wel elke week naar VVV. Ook vaak uit. Ik heb vooral een grote mond en wel een mening. Oké, geen verstand van voetbal hebben wij ook niet, dus dat komt helemaal goed vandaag. Hoppa, let's go. Over Lucas gesproken. Hij zit nu in China, maar we hebben natuurlijk wel nog de Lucas Bremmers Index. Ja. Zolang je meer punten hebt dan dat je wedstrijd hebt gespeeld, zit je goed. Is nu niet meer. Ik denk dat we ons een beetje zorgen moeten gaan maken. Het is niet mijn beste, hè. Laatste 4 verloren. Wat ik vooral heel erg gek vind, is dat VVV zo ontzettend goed aan die wedstrijd begint. Ja. Het hele stadion voelt het. We staan echt lekker te ballen. Er zijn een aantal goede kansjes. Er wordt goed geschoten. Er wordt helaas niet super goed afgemaakt. Maar dan krijg je 1 doelpunt tegen en dan zie je het hele team eigenlijk uiteenvallen. Ik vind dat zorgelijk. We krijgen ondertussen telefoon. Herm Pollux. Herm Pollux, die zou ik altijd even opnemen. Dag vaders. Wat vond je van VVV deze week? Alma, ik moet je op de speaker zetten. Ik moet zeggen, ja, geweldig. Heb je het niet gezien? Ja, dat is eerlijk gezien. Ze voldoen een verwachting. In ieder geval, heel veel mensen hadden voor het seizoen het gevoel dat er een betere selectie stond dan vorig jaar. Dacht ik ook, ja, ben ik eerlijk in. Dus het kan geen gebrek aan kwaliteit zijn. Wat wel aan de hand is gewoon feitelijk, we maken te weinig doelpunten.
En we krijgen er iets te veel tegen. We krijgen er iets te veel tegen. Dus er is iets aan de hand. Ik denk dat we dat de oplossing ligt medogeloos zijn. We moeten medogeloos zijn in de verdediging, maar ook aan die andere kant. Daar moeten we ook gewoon medogeloos die ballen tegen het netje aan schieten. Het is tenslotte de koning van de koel. En hij flikt het gewoon. Hij heeft nog nooit tegen VVV gescoord. Nog nooit. Twee en nu keer. Maakt hij er twee. Niet te stoppen. Ja, prima doelpuntjes ook hoor. Nee. Wat me verbaast is dat er nooit een grote club hem is komen halen. Of een club uit het buitenland. Hoe kan het toch dat hij nog altijd bij Vitesse zit? Ik moet zeggen, wij waren twee weken geleden bij Feyenoord tegen Porto. En als één club in Nederland deze jongen kan gebruiken, dan is het Feyenoord. Ja, maar je kan beter bij Vitesse zitten dan bij Feyenoord op dit moment hoor. Ik stel wel voor, Brian, als je deze zomer ook niet komen halen, je bent dan al 30, weet je, kom dan gewoon lekker je carrière afsluiten in Venlo. Erik, hebben we nog een bakkie? Nee, kom eens even een plaatsje kapot. Oh, nou, kom erbij, zijn we precies op tijd. Kijk, zo gaat het dus in de koffiecorner, de koffiecorner zonder koffie. Wedstrijdje tegen Fortuna deze week. Ja. Wat denk je? 0-1. 0-1? 0-1. We hebben hem nodig ook, hè? Vier wedstrijden op rij verloren. Lucas heeft daar natuurlijk ook een mening over, helemaal vanuit China. In het geel-zwarte stukje in deze Chinese sportkrant vragen ze zich af hoe het toch kan dat VVV nu vier wedstrijden op rij verloren heeft. Maar goed, waar ze zich allemaal aan vasthouden en ook de commentaren van de mensen op straat, ze verwijzen allemaal naar Confucius. Want die zei heel erg lang geleden al, he who is unlucky needs some fortune. Daarom is het maar goed dat we de volgende wedstrijd tegen Fortuna spelen, zeggen ze. Wat denken jullie daarvan? Funs en Rolf. Ja, we hebben dus een beetje fortune nodig of een beetje Fortuna. Ja. En we kunnen ze gewoon pakken, toch? Het is geen wereldploeg daar. Nou ja, ik vind Diemers en Smeens op het middenveld vind ik echt een heel lekker duo. Ik hoop deze keer op 1-2, want we gaan er sowieso eentje tegen krijgen. En we hebben nodig ook, want anders gaat die Lucas Bremmers index daar helemaal aan. Ja. We gaan gewoon die punten eindelijk weer pakken. En anders, ja, dan, anders is het toch, dan kunnen we spreken van de eerste kleine crisis. Dan moeten we ons toch weer zorgen maken. Ja, gaan we niet doen. Ik voorspel gewoon, ik blijf vertrouwen in deze ploeg. We gaan het eerste kwartier 2 doelpunten maken. Dan lopen we uit naar 0-4. Jij zegt 0-1. 1-2. Komt helemaal goed. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en Vervoerscollege Venlo.